de eerste versnelling sta ik klaar voor de start. Ik geef gas en ga gelijk al ongelofelijk hard. Als een bliksemschicht maak ik een flitsend begin. Ik haal meteen een stuk of 9 tegenstanders in. En met 30 kilometer per seconde scheur ik naar de tweede ronde. In de tweede versnelling race ik over de baan. Als een wervelende wind, als een wilde orkaan. Sneller dan de rest, sneller dan een raket. En bij de finish wordt alvast een gouden beker klaargezet. En met 50 kilometer per seconde scheur ik naar de derde ronde. In de derde versnelling vlieg ik bijna uit de bocht. Gelukkig heb ik wel een goede helm gekocht. Ik schiet weg over de weg als een pijl uit een boog. De kilometer teller kruipt verder omhoog. En met 80 kilometer per seconde scheur ik naar de vierde ronde. In de vierde versnelling cross ik door het circuit. Ik lig heel ver voor, wel een rondje of 3. De motor brult en raakt haast aan de kook. Ik heb zweet in mijn handen, van mijn panden komt rook. En met 100 kilometer per seconde scheur ik naar de laatste ronde. In de vijfde versnelling komt het einde in zicht. En volgens mij rij ik bijna net zo snel als het licht. Maar dan opeens maakt de motor een gek geluid. En op een meter voor de finish rijdt mijn auto ermee uit. Op het laatste stukje van de laatste ronde. Wat ongelofelijk zonde.